van de makers van de meest bezochte Nederlandse familiefilm van 2009. Sinterklaas en de verdwenen pakjesboot. En het succesvolle Sinterklaas en het pakjesmysterie. Komt dit najaar het grootste en spannendste Sinterklaasavontuur ooit. Maar Sinterklaas, hoe groot is dat probleem nou echt? Veel tegenslag uit onverwachte hoek. Hier, de andere Piet hebben er ook last van. Ze komen erin, wacht! Dus u bedoelt dat alle kindjes misschien niet eens allemaal een cadeautje krijgen dit jaar? Het zou toch vreselijk zijn? Dit jaar loopt het echt uit de hand. Moet je zien, nog meer Pieten die vast komen te zitten. Wat wilt u nou van mij? Ik wil de code van de Sinterklaas-satelliet. Er moet toch iets te vinden zijn van wat die gemene dokter Brein van plan is. Hé Boris. Hé Joris. Start de sequentie maar. We zijn op de plek aangekomen. Is Sinterklaas de problemen de baas? Kan hij pakjesavond redden? Sinterklaas, we zitten vast! Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Mag ik dan ook wat moeilijks doen? Ingewikkeld, met knopjes. Wij weten wat dokter Brein van plan is. Hier tegen de muur. Sinterklaas en het raadsel van 5 december. De leukste familiefilm van het jaar. Met Gerard Joling. Boekoe! Hier ben ik! En natuurlijk ook met Sinterklaas. En zijn trouwe paard Amerigo. En Plempiet, Perspiet, Plaatjespiet, Diego, Pendulepiet, Pascali en Pedro, Pakjespiet en Pita. Oh, wat schattig. Maar ook kapitein Frans, Joris, Boris. Stoppen! En de gemene dokter Brein. We mogen er nu eindelijk echt meesterlijke boefstreken uithalen. Sinterklaas en het raadsel van 5 december. Dit najaar in de bioscoop. Met gloednieuwe Sinterklaas-songs van Joris en Boris, Diego, de Gebroeders Co. en Ralf Machenbach. Hoi, lokale schoolkrant. Ik zou jullie graag wat vragen willen stellen. Wat ben jij toch een kliertje?